En welkom bij Affiche. In het exemplaar dat we vandaag kleven is de kerst al duidelijk te voelen in de nieuwste interpretatie van Scrooge met Lucas van den Einde in de hoofdrol. En met de coronapandemie, jawel, corona, kijken we met een bulderlach terug op een van de meest zwarte periodes uit de voorbije jaren. Maar wie bulderlach zegt, denkt in Vlaanderen natuurlijk ook aan de meester van die alles losmakende therapie. Welkom Jacques en Luc. Ja, dag, zal het maar op therapie zetten, want lachen is toch therapie, nietwaar? Dat is een feit, ja. Ja. Als je naar ons komt, dat is 2 keer in een uur lachen. En dat is gezond voor het middenrif, of zoiets. Ja, of zoiets. Hoor. Ja, of zoiets. En vraag je dan ook een extra tarief, zoals de dokters vaak doen? Nee. Wij zijn zeer betaalbaar. Hè. Eenheidsprijs, ook al is het een 400-persoonskamer. Ja, we zijn echt de goedkoopste artiesten. We komen ook hier gratis. Ongelooflijk, daar zijn we zo blij mee. Maar jullie hebben ook iets te promoten. Want ik mag bijna zeggen, zonder dat de boekjes er gaan op inspelen, jullie zijn terug een koppel? Ja. Een koppel met veel problemen gehad. Hè? Ja. We zijn ontrouw geweest. Het is een beetje vechtscheiding geweest, maar jullie hebben uiteindelijk toch weer elkaar in de armen gesloten. Ja. We hebben de advocaten en de notarissen vermeden en vandaar terug samen onderweg zijn. Daar is heel Vlaanderen blij om, maar ik vraag me dan af, dat leek zo ver weg dat je dacht, die twee die kunnen met moeite nog in dezelfde gemeente wonen, maar uiteindelijk komt er dan toch een moment dat je elkaar terugvindt. Echt nooit. Nu is het een vrij privé vraag, maar is het echt nooit geweest? Nee. Ik ben wel verhuisd. Dus wij woonden in Bonheide. Hij is blijven wonen, maar ik ben naar het chiquere Keerbergen getrokken. Het is nooit zo geweest. Dus, het is zoals broers die elkaar een tijd niet meer zien. Ja. Zeker. Dat komt in de beste families. Ja. En dat het te druk gaat in het leven en dat je andere dingen doet. We hebben eigenlijk ook nooit echt openlijke ruzie gehad. Dus, Nee, maar dan komt er toch het moment waarop je denkt, laat ons terug op het podium gaan. Van wie kwam dat initiatief toen? Van mij, omdat ik wil optreden. En natuurlijk, ik heb een aangever gehad in het verleden, Ruben van Gucht. En dat is gestopt door omstandigheden. Ja. En ik heb naar Luc gebeld om de show de vorige over te pakken. Ja. Dat was fantastisch. Ja. Hij heeft ons echt geholpen. Ja. Al moet ik op mijn knieën naar u komen, maar jij moet nu met mij optreden. Ja. En zo is dat. En nu natuurlijk de 2.0 show, de nieuwe show. We waren al gewoon om weer samen te werken. Dan ga je het weer en dat klikte mij gelijk vroeger. En misschien zijn die vele jaren wel een keer nodig geweest om een keer te herbronnen. Ja. En elkaar te appreciëren. Men zegt ook vaak, de kopie is nooit zo sterk als het origineel. Jullie zijn een stuk samen begonnen. Ja. Het is dus een beetje voor jou terug ook als thuiskomen, Luc? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, dat was direct terug in orde. Ik bedoel, als je met elkaar daarvoor, de jaren daarvoor, 1000 keer... Het is zoals je met de fiets rijdt. Hè. Je rijdt 1000 keer, meer dan 1000 keer hebt opgetreden. Dan op een bepaald moment sta je terug op dat podium en ineens voelt dat terug hetzelfde. Ja, het was niet eventjes wennen terug. Nee, en ik was blij dat zijn knieën dan rap hersteld zijn en zo. Dat heel snel terug aan. Ja, want een aangever Jacques is toch wel heel belangrijk. Hè. Iedereen heeft het over Jacques Vermeire en Luc. Hè, maar ik bedoel, men ziet jou dan als de komiek. Ja, maar ik... Dat is ook zo, hè. Ja. Ik speel tippetjes. Mm-hmm. Ik bedoel, als ik alleen zou moeten optreden, kan ik moeilijker in 9 tippetjes gaan. Ja. En Luc, die speelt de ernst. En ik heb daardoor de gelegenheid om altijd iemand anders te zijn en dingen te zeggen die een stand-upper moeilijker kan. Zeker de show 2.0, omdat we toch veel dingen aanraken wat er allemaal veranderd is. En door Luc, die de ernst zelf is, alhoewel. Hè, want we hebben ook een nieuwe sketch dat we ruzie maken, alle twee. Dus we zijn geëvolueerd. Hè. Nee, maar wij zijn zo op elkaar ingespeeld. De manier hoe dat wij werken, hoe dat we het in elkaar steken, dat kunnen alleen wij. Ja. Ja. En ik ga misschien in de geheimen van de keuken even roeren als ik zeg, is die show dan volledig gescript? Ik heb altijd de indruk, als ik naar jullie kom kijken, dat ik het à la minuut beleef bijna, dat je hem altijd wel eens aan het lachen brengt. Ja, maar we werken het ook à la minuut. Ik bedoel, maar het is niet volledig gescript. We weten wat er gaat gebeuren. We weten waar de poates liggen. We weten waar we naartoe moeten. We weten hoe we de draad moeten houden. Maar laat hij maar uitbreken. Hè? Ja. Je kent de bestemmingen, maar de reisweg is anders. Ja. En soms doen we onverwacht dingen, dat we elkaar erin lappen. Ja. Maar dat mag ook niet te veel zijn. Hè. We hebben een strikt schema, maar we hebben mogelijkheden om altijd... Omdat we de teksten nooit van buiten leren. Hè. Ja. Wij doen dat, we hebben dat allemaal gerepeteerd. Dus het is à la minute. Ja. Want dat vroeg ik me af. Is dat, je zegt, we hebben teksten nooit van buiten geleerd. Is dat dan iets dat je schrijft met jullie beiden of alleen? Of dat je eigenlijk gewoon begint te repeteren zomer, met een idee? En... Deze zomer toch wel bijna 2 maanden. 2-3 keer per week de halve van dag aan tafel gezeten. Voor te repeteren, hè? Ja. Niet voor het materiaal. Het materiaal was binnen en dan om te repeteren, hè? Ja.
En al doen en komt dat ook in de vorm te geven, een verhaal rond te maken, het tipje te bepalen, ja. Het tipje dat dan evolueert. En uiteindelijk is dat nu de 2.0 die er nu staat. Dat komt, ja. Daar gaan we het zo dadelijk uitgebreid over hebben. Maar ik vraag me dan af, als jullie zoveel met elkaar op podium stonden en terugstaan, wat is dan de sterkste kant van Jacques? Dat hij een geweldige timing heeft. Ja. Dat hij, je mag een vraag, een aangeven, het aangeven is vaak, soms is het op het woord, omdat het op het woord aankomt, soms is dat weer een vraag die je stelt, maar die vraag die kan vandaag zo zijn, morgen met andere woorden, maar de manier waarop hij de shoot geeft, het tiende van een seconde, die timing, ja. Dat is de stress. Dat is iets dat ingebakken zit, en dat kan niet iedereen, nee. Denk ik, nee. Daar ben ik vast van overtuigd. Ja. Heb je dat altijd gehad, Jacques? Of is dat iets dat je door de jaren heen, En met de scouts is dat begonnen, het kampvuur. Hè? Ja. Ik ben ontstaan door de scouts. Ja. Je krijgt op je 12-jarige leeftijd de kans om op te treden aan een kampvuur. Ja. Je gaat naar de jongere kennis, je treedt op, iedereen begint het te weten. Dat zijn ouderavonden, waar we sketchjes doen. Ja. Ik ben begonnen op mijn 12 jaar om iets te ontwikkelen. Gelijk een jong voetballertje dat in een club speelt en die evolueert als voetballer. Ja, en dan ben je heb ik het geluk gehad door de scouts dat ik veel dingen heb kunnen proberen. Hè. En zo hebben de scouts jouw leven veranderd. Ja. Ik heb me ooit nog laten vertellen door iemand die erbij was dat jij een sketch had met een fles melk. Dat zou kunnen, gewoon met een fles melk, 3-4 minuten. Ja. Wellicht was dat hetgeen wat erin kwam. Dat was dan bij de scouts, hè? Ik ga jou nu een paar minuten bedenktijd geven, Jacques, want ik ga straks de vraag ook andersom stellen. Wat is de grootste kwaliteit van Luc? Ik veronderstel dat je daar toch even over moet nadenken. Mag dat programma morgen verder gaan? Ik zou jou een paar minuten geven. We gaan er eventjes tussenuit. Tot zo. Jongen. Ja, en dat was er nog eentje van lang geleden, Jacques. Max. Mooie herinneringen aan? Toffe film, 94. En veel succes gehad. Bijna 30 jaar geleden. Ongelooflijk. Ja, dat vliegt. Hè. Ja. En ik had jou de vraag gesteld en ik zie Luc al een beetje rustgevend kijken van ze wordt overgeschoten. Maar wat ging nu de grootste kwaliteit zijn van Luc? Kan je daar kort of uitgebreid over zijn? Zeer uitgebreid. Hè. wij spelen alsof dat de eerste keer is dat we dat brengen. Mm-hmm. En Luc is Luc Verschuren. Mm-hmm. Die geweldig een aangever is. Ja. Die op een niet een tippetje, maar Luc Verschuren, de journalist, want zo is het begonnen in het Sportcafé vroeger, die de vragen stelt, maar natuurlijk ook meespeelt. Ja. In zoverre zelfs dat we nu ook evolueren naar dat we een keer ruzie maken en al. En omdat wij fantastisch op elkaar ingespeeld zijn. Hij weet wat ik wil zeggen. Als we soms een keer een sprongje maken, een van de twee, de andere pakt hem terug en al. We leren ook geen teksten van buiten. Je moet dat kunnen doen met iemand die zijn teksten niet van buiten leert. Want als dat te strikt is, en 100% elkaar vertrouwen. Ja. En samen starten, dat komt in orde. Want vroeger, in mijn beginjaren, als ik 200 optredens per jaar deed, was ik soms moe, kapot. Ja. En dat was Luc die altijd mij erdoor hielp op een podium. Ja. Voilà. Allee, ook een man. De positieve energie. En nu is het genoeg geweest. Ja. Ik wou bijna zeggen, alleen Maurice, maar dat is totaal iemand anders natuurlijk. Maar jullie gaan nu het theater in met 2.0. Ja. Wat moet ik verwachten? Zijn dat iconische sketches, zeg maar? Want die heb je, hele bekende typetjes die je hebt die terugkomen? Typetjes komen terug, maar er zijn ook vooral een aantal nieuwe typetjes. En 2.0 wil zeggen de wereld die verandert. Ja. Tijdens COVID, na COVID, de wereld is veranderd, klimaattoestanden, woke, het feit dat we allemaal op internet zitten, dat soort dingen, daar proberen wij dan toch even aan te schaven of eens mee te lachen. Ja. Een van de nieuwe tips, als ik dat mag zeggen, is dat, je weet, of je weet dat niet, maar op internet zijn er ook van die relatie... Tinder, zeg het iets? Ik hoor mensen die swipen en dergelijke. Er is een man die bij ons in de show, die daar nog nooit is weggeswiped. Die eigenlijk een vrouwenmagneet is, een lustobject. En voel ik dan iets dat het Jacques is, of het typetje dat Jacques speelt? Of het kan allebei natuurlijk? Ik kan me heel lelijk maken. Je moet weten, er komen er twee terug. Fonske Verzeelen en Kevin Vermeulen, maar in een nieuw verhaal dan nu. Ze hebben natuurlijk andere dingen beleefd. Zeven nieuwe...
En de CEO van een firma met de wooktoestand, dat is allemaal aangepast. Maar dat lustobject is... Maar dat lustobject is werkelijk... Fenomenaal. Ja, ik speel ook, voor de eerste keer van mijn leven, doe ik een Antwerpenaar na. Is het waar? Wat enorm succes heeft in Oost- en West-Vlaanderen. Omdat ik de Antwerpenaars, door de manier dat ik bezig ben, is dat toch wel een gat in de markt die ik nu gevonden heb. Je dacht, die wereldtaal mag ik niet gebruiken, maar je gebruikt ze nu toch. Ja, ja, ja. Ja. Dus maar iedereen verstaat dat, hè? Ja. Ja, ja. Ook in West-Vlaanderen. Ja. Dus dat is toch wel iets nieuws. Dat geforceerd hem de Antwerpenaar. Ja, ja. Dus het wordt ook een vlotte show, denk ik. Want daar was je voor gekend, hè, van het een en het ander. Met een enorm tempo. Twee keer in een uur en een geweldig tempo. One-liner na one-liner. Ja. En met een verhaal altijd. Ja. En de jongeren lusten er ook wel pap van, als ik het zo mag zeggen. Want 2.0, ja, bedoel, de zalen lopen goed vol. Ja, met, lopen goed vol. Dus wie denkt dat jullie met alle respect binnen een paar jaar op respectabele leeftijd... dat jullie dan geen jong volk meer zouden aantrekken. Ik ben een beetje positief in het formuleren. Ik zeg altijd, de Mick Jagger en Paul McCartney... die zijn nog een stuk ouder dan ons. Ja. En die zijn ook nog vol een bak bezig. Het is kwestie van het koppeken, hè. Ja, klopt. Ik heb mijn leeftijd, maar ik op een podium ben ik nog altijd... Maar je vindt wel aansluiting bij de jongere generatie, wil ik zeggen. Ik bedoel, ook, laat ons eerlijk zijn, door een DDD enzovoort, hè. Ja. En ook omdat ik altijd actief gebleven ben. En met mijn dochter, TikTok en Instagram. Ja. Ik zit ook mee op de nieuwe kanalen. Ja. Hè? Je bent dus eigenlijk, als alle zelfstandigen... moet je een goede ondernemer zijn en jezelf voortdurend heruitvinden. Wij moeten goede ondernemers zijn. Ja. En een goede manager hebben ook. Ja. En dat is ook niet onbelangrijk. En rechterhand, hè? Ja. Dat je kan rusten en ruimte hebt om die creativiteit... En een kader van de comedy jongens die voor ons ook meewerken. We hebben een ploeg hier rond. Het is een hele machinerie. Hè? Ja. En rijden jullie dan samen naar een optreden? Ja. Ik ben de chauffeur van Luc. Ik zit van achter. Luc heeft de grote luxe dat hij met zijn wagen, waarvan ik de naam niet zeg, bij mij komt. En dan kruipt hij bij mij. Ik ben zijn chauffeur. Dus voor jou is het altijd bang afwachten of hij wel tijdig bij jou geraakt. Hij is eruit af. Tijdig bij mij. Ja, maar ik ben zijn chauffeur. Dat is zijn weg, dus. Voilà, ja. Hey. Vroeger was het anders. Vroeger was het om beurten. Maar je een dikke nek gekregen. Hij had nood aan een chauffeur. En wat doe je dan? Je bent er dan toch. Ja, en dat is zelfs niet besproken. Hij vindt dat vanzelfsprekend. Ik, de chauffeur van Luc Verscheuren. Ik krijg ooit nog een heilig... Mag ik allemaal niet moeten doen om je erbij bij te krijgen, hè? Ja, goed was dat niet zo. Dat is de reden. Nee, dan moest je daar met de fiets komen dan? Wat? Moest je dan met de fiets komen met Ruben van Gucht? Nee. Ruben van Gucht, die rijdt zelf. Ah ja. Ja. Dus, maar nu heeft hij een chauffeur en jij wordt ooit zalig of heilig verklaard, Jaak Vermeijden, de heilige Jaak. Nee, we gaan niet emotioneel worden. Nee. Maar is dit nu weer het begin van een nieuwe reeks theatershows? Of zeg je, hoe lang wil je dit nog doen? Dat gaan we afwachten. Dat weet geen mens. Nee. We gaan dit twee seizoenen doen, denk ik. Mm-hmm. We hebben werk tot juni. Mm-hmm. De zalen lopen goed. Mm-hmm. Gaan we er nog bij pakken? Andere zalen? We komen ook naar het volk toe in kleinere zalen. Het is niet dat we alleen de grote bakken... Nee, het is niet dat jullie alleen de theaterzaal... Nee. Jullie doen ook bij wijze van spreken de parochiezalen of de gemeenschapscentra. We moeten bijna zeker zijn dat we nieuwe zalen gaan gebruiken... Ja. Voor ons publiek. Mm-hmm. Maar niet... Al dat in herhaling vallen, dat we eens naar de kapitaal gaan. Nee. Dus echt ervoor kiezen om tot bij iedereen te komen. In dorpen, in stadjes, gelijk vroeger, onze goede avond uit. Dat was van iedereen organiseerde ons. Zijn nog een van de weinigen. Want sommigen kiezen voor het economisch gegeven van een paar grote zalen. En dat maar is dat een economisch gegeven? Daar kunnen we over discussiëren. Ja, klopt. Maar dat is een ander programma. Daar komen jullie dan nog eens voor terug. Voor een debatprogramma zijn jullie te vinden. Ja. Economisch of niet? Ja, voilà. Ik wens jullie heel veel succes. Want dat heb je natuurlijk met comedy. Je kan niet alle grappen hier gaan vertellen. Mensen moeten ze komen bekijken. Maar dat het meer dan één is, daar zijn we zeker van. Ja. Dus nog tot aan de zomer en dan nog een seizoen. Ja, en gezien bij Jaak Vermeijden, getikt hem in en je hebt de website. Hè? Heel eenvoudig. Jaak is volledig mee, Luc. Heb jij ook een website? Nee, ik pak zijn website. Maar hij pakt zelfs wel een telefoon. Maar hij heeft wel een chauffeur. Ja, dat ben ik. Voilà. Ik hou hem dan wel in de... Ik ben de witte kloon. Het is goed dat we het weten. En we gaan die show met een heel ander oog bekijken in elk geval. Jaak en Luc, enorm bedankt. En heel veel succes met die tournee van jullie. Dank u. Ja, u merkt het. Liefst 30 jaar na hun iconische zaalshows, de Rode en de Gele, met 1150 voorstellingen voor 550.000. Bezoekers. Van 1989 tot 1995 is het legendarische duo Vermeijden Verschuren fris als groentjes en eindelijk klaar voor een zaalshow 2.0. Hip eigentijds, maar ook heerlijk nostalgisch. En meer info over hun uitgebreide tournee door Vlaanderen kan je terugvinden op jaakvermeijden.be.